Week 35. Stel, iemand verkoopt u onzin. Facebook bijvoorbeeld. U verbindt er heftige conclusies aan. Later blijkt dat u bedot bent. Komt u dan terug op uw beslissing? Zou je misschien moeten doen. Na aanleiding van het mea culpa van Mark Zuckerberg. Welkom bij Current Ratio. Lieve kijkers, fijn dat u er weer bent. Terug van de camping, iedereen. Komkommertijd is voorbij en we gaan meteen lekker van start het nieuwe politieke seizoen, want er gebeurt het een en ander. Zeg het elke keer, zou het op prijs stellen als u zich abonneert. Dan kunnen we groeien en groeien en groeien. Dat doen we, maar we willen natuurlijk meer. Abonneert u zich even op dit kanaal, heeft u dat niet gedaan, eventjes doen, knop hieronder. Niet nog een keer drukken als u het heeft gedaan, want dan zet u het weer uit. En content kunt u altijd delen met mensen die het er helemaal niet mee eens zijn. Dan krijg je debatten en wat is er mooier dan dat. Nieuws van de week brengt ons terug bij de Canarische eilanden. Tenerife, u weet het, dat gebied, de eilanden liggen dichter bij Afrika, West-Afrika dan Europa. Ze worden overspoeld met migranten. Het is een hele dodelijke migratieroute. Heel veel mensen pakken de boot vanaf Mauritanië. En dan als het misgaat komen ze uit op de oceaan en dan overlijden ze daar natuurlijk, worden die bootjes gevonden. De regeling is dat als jij een volwassen illegale immigrant bent, dan kun je eigenlijk Schengengebied gewoon doorreizen naar waar je wil. De minderjarige asielzoekers en migranten die worden opgevangen op Tenerife zelf. En dat worden er een beetje veel. Nou heeft de Spaanse regering gezegd, we gaan mensen niet fysiek tegenhouden met een kustwacht bijvoorbeeld. Nee. Als ze komen, dan vangen we ze op en daar gaan wij 50 miljoen euro aan besteden. Interessante is dat de Spaanse premier Pedro Sánchez, die is op reis, Tenerife, Mauritanië, West-Afrika, om het probleem op te lossen. Die zegt het is natuurlijk een rommeltje, we moeten daar wat aan doen. En niet zozeer omdat het een probleem op zich is. Nee, wij moeten wat doen aan het probleem, omdat anders extreem rechts, derecha, mas, extrema, hopen dat we het goed uitspreken, dat die ermee aan de haal gaan. Dat is de reden om er iets aan te doen en niet zozeer de situatie op zich. Nou, is de vraag of dat een beetje werkt. Zoals we het bij de aflevering van 2 weken geleden hebben laten zien, hopen heel veel Europeanen, de technocraten, dat we het met digitalisering kunnen oplossen. Mooie appjes waardoor die migratie soepel, veilig en zonder rommel en ellende gaat verlopen. Ja, dat is niet hoe de echte wereld werkt. Wie zijn grenzen niet wil bewaken is afhankelijk van mensen aan de andere kant van de grens. En in dit geval hebben we het inderdaad over het kamelenleger in Mauritanië. Een lezer stuurde dit in en een soldaat op een kameel noemen wij een meharist. En die moet dus inderdaad vanuit Mauritanië voorkomen dat mensen de kust van de Canarische eilanden bereiken. Want Spanje besluit dus om zijn eigen grenzen in dat opzicht niet te bewaken. Nou, en om te voorkomen dat het een beetje te onmenselijk wordt, want ook bij massa-immigratie, al dan niet gewenst, hebben we het wel over individuen en over mensen. Kijk dan ook even waar mensen vandaan komen, waarom zij zich verplaatsen. In de beschrijving stoppen we dit artikel van African News, filmpje erbij, over Salamba Nedea, 28 jaar. Zij woont in een dorp in Senegal. Daar zou je kunnen vissen, alleen die zeeën zijn leeggevist. Ook door mensen uit vissers uit Europa. Grote industriële schepen die niks overlaten voor de lokale bevolking. En dat is ook iets wat je mag meenemen in je overweging. Wat is er in tijden van geldontwaarding leuker dan shoppen alsof u een miljardair bent? Nou, er is een website die dat mogelijk maakt. Dit is geen reclame, we hebben geen aandelen, dat zeggen we er meteen bij. Die website, dat is Temu. En potverdikkie, wat krijg je daar toch? Inderdaad, veel voor weinig. Zelf nooit bedacht om gewoon je tanden te flossen, maar dan met water. Voor een paar euro heb je zo'n apparaat en dan zijn de verzendkosten gratis. Dus eigenlijk bijna niet te geloven. Na een uitzending bij het programma Nieuwsuur over fast fashion en de negatieve gevolgen voor mens, milieu en planeet, ben ik in alle eerlijkheid hier toch eventjes op terecht gekomen na wat zoeken. En ik heb wat spulletjes besteld. Kijk eens wat je allemaal krijgt voor niks. Zo'n handige spray om olijfolie op je groenten te spuiten, tot een apparaat om je kaken te trainen, zodat je er beter en mannelijker uitziet. En dat voor slechts 1,37 euro vanuit China met gratis verzendkosten. Kan dat? Is dit een scam of is het echt? Nou, dat zullen we weten. Namelijk als u volgende week een betere kaaklijn ziet. Want dan zijn die goederen ook daadwerkelijk aangekomen. Hoe kan dat eigenlijk? Zo goedkoop verzenden vanuit China.
producten zonder marge, dat moet wel. Kijk naar de korting. Is dit geen scam? Is dit geen onzin, oplichting enzovoort? Dat vroegen mensen zich af. Nou, er zit wel degelijk een echt bedrijf achter. Dat is DPP Holding. Dat is een grote jongen. Het heeft een beursnotering in Amerika. Het is meer dan 100 miljard euro waard. Het is het geesteskind van deze ondernemer, Colin Wang. Doet veel aan liefdadigheid, ook in Indonesië in dit geval. En hij heeft natuurlijk dat grote miljardenbedrijf waar mensen vraagtekens bij plaatsen. Zelfs vanuit China zelf, omdat heel veel dingen die hij verscheept klaarblijkelijk een beetje een rip-off zijn. Het is niet helemaal eerlijk, het is namaak enzovoort. Maar in alle eerlijkheid, als je zo goedkoop shopt en het komt aan, dan is dat natuurlijk al een wonder op zich. Er is iets interessants gebeurd met dat aandeel en dat laat een beetje zien wat de toekomst van heel goedkoop shoppen zal zijn, of u het wil of niet. Aandeel noteert nu precies $100 op de Nasdaq inderdaad. Is flink wat afgegaan, 1/3 eigenlijk in 1 dag. En wat is de reden daarvoor? Nou, het jaarverslag van DPP Holding, dus de moeder van Temu, die laat dat zien en het blijkt dat deze ondernemer zo succesvol is, dat hij vragen krijgt vanuit het binnenland van is het wel allemaal eerlijk wat je doet? Maar bovenal dat heel veel andere Chinezen dit model gaan kopiëren. Dus we hebben nu nog 1 of 2 van dergelijke webshops. En dat worden er veel meer. Misschien is dat een keer goed nieuws in tijden van inflatie. En tot slot in de categorie wat u moet weten van wat er deze week is gebeurd. Dat is natuurlijk het Deutsche Bank Wirtschaftswunder dat zich heeft voltrokken bij onze oosterburen. Kijk eens eventjes naar die koers wat daar gebeurt. Deze manier om een grafiek te maken, die kent u natuurlijk van ons. We zien helemaal links heel duidelijk waar de coronapandemie zit. Dus een koers heeft een normale beweging. Deutsche Bank ging zelfs wat omhoog. Daalt heel hard door de paniek tijdens de pandemie. Veert dan weer terug. En dan is het interessant om te kijken wat er daarna gebeurt. Nou, had u het aandeel maar gekocht, want het gaat hard omhoog. En dat komt omdat Deutsche Bank schoon schip weet te maken. En weer een disclaimer, en dat geldt ook voor aandelen DPP of producten op Temu. Niet iets kopen omdat u het hier heeft gezien. Altijd goed voorlichten voordat je wat dan ook maar besluit te doen met uw geld. Het interessante aan de Deutsche Bank is dat zij een intern sterfhuis hadden. Dat hebben de meeste mensen natuurlijk niet, een intern sterfhuis. Deutsche Bank heeft in het verleden, het recente verleden, een aantal zeer risicovolle transacties gedaan. Letterlijk voor honderden miljarden. En dan is het de vraag of je daaraan niet ten onder gaat. Ja, als je geld uitleent aan iemand en het komt niet terug voor honderden miljarden, ja, dan kun je natuurlijk wel degelijk failliet gaan daardoor. En daardoor stond de koers al jaren onder druk. Het was het zorgkindje binnen het Europese bankwezen. En dan hebben we het over het stabiele Duitsland. Nou, wat heeft Deutsche Bank gedaan? Ze hebben een Capital Release Unit opgezet, de CRU. En dat is het sterfhuis. Toen hebben ze bedacht, we hebben een aantal gezonde onderdelen van de bank. En dan gaan we alle rommel, die brengen we naar de Capital Release Unit. En hopen dat iemand het wil kopen. En dan kun je spreken van de Capital Release Unit, waar dan inderdaad wat rommel zit. U ziet het daar staan. Er zijn producten, beleggingsproducten. Als je het al koopt, maak je een verlies van een paar miljard euro. Nou, waarom zou je het dan nog kopen? De core bank was steeds wel of niet gezond. En dan was het de vraag hoe snel Deutsche Bank van die rommel af kan komen. Nou, dat is wel gelukt de afgelopen tijd. Als we nu naar de halfjaarcijfers kijken, dan zien we dat er wat incidentjes zijn. Een beetje een litigation rondom Postbank. Dat is een bedrijfsonderdeel. Maar behalve dat hebben ze eigenlijk gezonde cijfers. En zien we dat ze van al die rommel zijn afgekomen. Dus het gevoel van acute paniek, dat kan eigenlijk wel weg. Deutsche Bank zal niet zomaar failliet gaan. En dat is het goede nieuws. De vraag die je dan natuurlijk wel kan stellen, en dat is een kleine kanttekening bij deze. Kanttekeningetje van enige omvang is, waar blijft die rommel dan? Waar blijft honderden miljarden aan rommel met zelfs een negatieve omzet? Zo slecht zijn die beleggingsproducten. Nou, Deutsche Bank heeft zelf een afdeling. Ze melden het vrij trots op de eigen jaren, op de eigen website, Flow Magazine. Dan hebben ze mevrouw Edcilia Di Marco. Je hebt een onderdeel bij Deutsche Bank dat heeft Trust Services. En die maken dit soort constructies voor andere banken, met name Italiaanse banken. In dat kader zijn er ook wel eens mensen opgepakt, omdat het niet helemaal eerlijk is. En wat ze eigenlijk doen, is dat ze de rommel bij elkaar vegen in een bepaalde bank. En dan zeggen ze, nou, als de overheid nou die rommel garandeert voor een potentiële koper, dan kan die koper het overnemen. Die krijgt dan winsten als het goed gaat. En als het slecht gaat, dan mag die koper het bij de overheid van het land waar de bank staat,
dus Duitsland in dit geval, mag je daar je bonnetje neerleggen. En die overheid die zal dat zelf niet in zijn jaarcijfers opnemen. Dat verklaart waarom banken door heel Europa heen rommel bij de overheid kunnen dumpen. Die banken worden gezonder, terwijl de overheid niet laat zien dat de staatsschuld omhoog gaat. De vraag is natuurlijk wel, als er een verlies wordt gemaakt op die beleggingsproducten, die Deutsche Bank met honderden miljarden tegelijk uit die Capital Release Unit heeft kunnen verkopen, wat dat voor gevolgen heeft voor de begroting van Duitsland. Nou, op korte termijn zie je dat niet. Dat is het voordeel van deze statistische trucs. Maar, geachte kijkers, het grote nieuws van de week is natuurlijk het mea culpa van Mark Zuckerberg van Meta. Hij heeft zich onder druk laten zetten door de Amerikaanse overheid om tijdens de pandemie zelfs censuur toe te passen, in zijn eigen woorden. Nou, het is natuurlijk hartstikke goed als je achteraf toegeeft dat je ergens van baalt wat je hebt gedaan. Kun je sorry zeggen, een bloemetje misschien. Het vervelende aspect hiervan, daar gaan we het vandaag over hebben, is dat in die tijden van die censuur er heftige besluiten zijn genomen op basis van gebrekkige informatie naar de samenleving toe, waarbij je nu misschien zou moeten afvragen of je die beslissingen niet weer ter discussie moet stellen. Want als je dat niet doet, dan zet je een bonus op liegen. Nou, over welk mea culpa hebben we het dan? Het gaat om deze brief van Mark Zuckerberg persoonlijk namens Meta, moederbedrijf van natuurlijk vooral Facebook, aan Jim Jordan, de Honorable Jim Jordan. En net als in Nederland heb je in de Verenigde Staten een vaste kamercommissie voor onderwerp, voor recht in dit geval. En er was natuurlijk al een hele discussie in Amerika over de vraag of die social media bedrijven zich niet hebben laten ringeloren door het team van Joe Biden. Joe Biden die wil dan dat bepaalde content offline wordt gehaald. En dan doet zo'n social media bedrijf dat een beetje. En hij zegt zelf, Mark Zuckerberg, ja, dan maak ik mij dus schuldig aan censuur rondom COVID bijvoorbeeld. Als er iets wordt geplaatst op social media, op Facebook, en het kan ook satire zijn of een grapje, ja, dat moet toch kunnen in een vrije samenleving, dan zullen wij dat modereren tot een niveau dat we het eigenlijk hebben over censuur. En het team van Facebook baalde daar heel erg van. En dit is zoals eerder besproken, ook een show bij Joe Rogan kwam dit ter sprake, dat het eigenlijk wel helder was dat dit gebeurde. En je zag het ook, dat bepaalde content wel heel agressief werd verwijderd. Maar het is toch wel voor het eerst dat je zo'n nette brief krijgt waarin meneer Zuckerberg dat duidelijk maakt. Nu staat er in die brief nog iets. Dat is eigenlijk de alinea helemaal onderaan. Zoals het er nu naar uitziet, is dat niet iets waar heel veel mensen het over hebben op dit moment bij collega media, zeker in Europa, of laten we ons beperken tot Nederland. Maar het is toch nog best wel heftig hoor. Wat er staat is het volgende. Ja, we hebben natuurlijk fact-checkers. Je moet niet zomaar iets geloven op social media, maar neutrale fact-checkers die gaan dan aan het werk met iets. Maar goed, hoe neutraal zijn de fact-checkers natuurlijk. En een van de verhalen die eigenlijk door vooral Facebook de nek om is gedraaid op het moment dat het werd geplaatst, dat is het verhaal van de laptop van de zoon van Joe Biden, Hunter Biden. Want meneer Biden junior die heeft allemaal leuke banen bij specifiek Burisma. En dat verhaal is ook de nek omgedraaid door Facebook. Dat wordt hier dus letterlijk toegegeven. En dan kun je zeggen, ja, Burisma, dat is dan één enkel schandaaltje. Het is wel een schandaal dat hele grote gevolgen heeft in Europa. Vanuit dat Burisma-schandaal is de mythe naar voren gekomen dat bijvoorbeeld het referendum in Nederland over Oekraïne, dat betaald, gesponsord, georganiseerd zou zijn door het Kremlin. En dan wordt er vervolgens wetgeving gemaakt om die inmenging te bestrijden. En dan blijkt later dus dat het niet zo is en dat het zelfs gecensureerd is wat er echt is gebeurd. Dus daarom moeten we daar eventjes over hebben. Dus eerst, wat is dat Burisma-schandaal? Dat is gecensureerd. En hoe werkt dat door in de Europese wetgeving? En welke wetgeving zou je dan misschien, in alle eerlijkheid, mogen heroverwegen? Terug naar 2016, referendum over Oekraïne. Nou, het associatieverdrag met Oekraïne, dat is bijna een toetredingsverdrag, heeft grote praktische gevolgen. Wat gebeurt er als Oekraïne de euro krijgt? Kun je prima eventjes over nadenken of een referendum organiseren. Dat is wat er gebeurde. En ineens kwam het verhaal dat de CIA had ontdekt dat de Russen achter het referendum zaten. En dat verhaal is eigenlijk afkomstig van de mensen achter dat Burisma. Nou, Burisma, kunnen we daar een gezicht bij plaatsen? Ja hoor, dat is meneer Mikola Shlogevsky. Wie is dat uit dit gezelschap? We zien hier interessante mensen, Guy Verhofstadt, de oud-president van Polen Kwasniewski, maar de meest imposante figuur in het rode jasje, dat is Mikola Shlogevsky.
Hij was de minister van Ecologie in Oekraïne. Nou, hoe word je dan rijk als minister van Ecologie? Hij had het recht om vergunningen uit te delen om naar olie en gas te boren. En die had hij vervolgens aan zichzelf gegeven. Tenminste aan een vennootschap waar hij aandeelhouder in was. En dat is dus het bedrijf Burisma. Dat deed hij samen met Ihor Kolomoisky, dat bedrijf runnen. Dat is een van de ergste oligarchen van Oekraïne. Ook de eigenaar van het tv-station waar Zelensky furoren maakte met allemaal interessante shows. En Zelensky heeft wel Ihor Kolomoisky onder huisarrest laten plaatsen. Dus het lijkt er wel op dat Zelensky serieus is als hij die corruptie wil aanpakken. In ieder geval, het gaat dus om deze meneer Mykola Shlogevsky. Mykola Shlogevsky heeft een groot persoonlijk financieel belang bij het associatieverdrag met Oekraïne. Het associatieverdrag regelt namelijk dat Oekraïnse bedrijven volgens eigen recht, lokaal recht, fiscaal recht, milieurecht, goederen kunnen produceren van kippeneieren tot olie en gas, die in de Europese Unie, bijvoorbeeld in Nederland, verboden zijn. Dus de regeling is dat Oekraïne wel heel lang mag exporteren, maar zich pas veel later aan die regels hoeft te houden. Dan krijgen ze een gigantisch concurrentievoordeel en dat zie je nu ook heel duidelijk in de Nederlandse pluimveesector. Nou, als eigenaar, stiekem eigenaar van allerlei vergunningen om naar olie en gas te mogen boren in Oekraïne via Cypriotische tussenvennootschap, is dit ontzettend winstgevend en lucratief voor Mykola Shlogevsky. Ik zeg er meteen even bij, Mykola Shlogevsky wordt nu als crimineel gezien door de eigen regering, Zelensky, en is ook voortvluchtig. Meneer Shlogevsky heeft een zaadje geplant en dat is blijven hangen. Wat meneer Shlogevsky deed, hartstikke slim. Hij financiert een denktank, dat is de Atlantic Council. Die wordt toch wel gerespecteerd. Als daar een paper vandaan komt, dan nemen mensen dat heel vaak heel serieus. Op een gegeven moment zien we iemand in dienst treden bij de Atlantic Council. En dat is deze Jean-Baptiste Jean-Gene Villemer. En zijn naam, het klinkt bijna Saint-Gene, maar dat is niet wat het betekent. Het betekent iets heel anders. Zoek dat maar op. In ieder geval, dankzij de miljoenen die Shlogevsky aan de Atlantic Council geeft, kunnen ze deze meneer Villemer in dienst nemen. En meneer Villemer, die ziet er dus zo uit, die gaat hard aan de slag. Want die heeft heftig nieuws. Het is een beetje de halbe Zijlstra in Oekraïne. Want hij weet vanuit het niets eigenlijk te vertellen dat het inderdaad de Russen zijn die het Oekraïne-referendum hebben gehackt. Wordt geen bewijs voorgegeven, dat maakt dus ook helemaal niet uit. Dat rapport waarin hij dat doet, dat wordt vervolgens een officiële bron voor de Franse strijdkrachten. Die zegt, we hebben te maken met tanks, granaten, straaljagers. Maar informatieoorlogen vanuit het Kremlin, die zijn er ook. En bij de Franse strijdkrachten weten ze het heel zeker. Het zijn de Russen die dat referendum in Nederland hebben gekaapt. Hier wordt het gewoon gezegd. Merk op dat deze belangwekkende kreet, de Russen zitten achter dat referendum, dat bevat geen bronvermelding. Als je grote beschuldigingen doet, dan is het altijd netjes, zullen we maar zeggen, om wel even te vertellen waarom jij denkt dat dat zo is. We hebben het hier wel eens eerder geconstateerd dat dat in de regel niet gebeurt. Dus als een wetenschappelijke tekst bijvoorbeeld een zeer heftige conclusie bevat en het document verwijst naar iets anders, maar het tweede document heeft betrekking op weer een compleet ander onderwerp, bijvoorbeeld homoseksuele pinguïns. Dat heb je ook wel eens laten zien. Dan zullen mensen het voor waar aannemen. Niemand checkt de bron van de bron van de bron. Dus als het idee ontstaat dat het Kremlin inderdaad achter dat associatieverdrag, het referendum zit, dan zal het vast wel waar zijn. De Europese Commissie is dan van mening dat er wel inderdaad heel veel sprake is van Russische inmenging bij verkiezingen, referenda, noem maar op. En komt dan ook met een actieplan tegen disinformatie vanuit het Kremlin. En dit rapport neemt inderdaad zonder enige bronvermelding, anders dan het verzonnen verhaal van meneer Villemer, aan dat het de Russen zijn. En dan kun je zeggen, de Europese Commissie mag prima zo'n rapportje schrijven dat Poetin dat heeft gedaan. Het akelige is alleen dat dit document reden is om nieuwe wetgeving te installeren. En die wetgeving die is nu nog steeds van kracht en die wordt dus uitgebouwd. Dat is het vervelende bij zo'n leugentje dat een tijdje blijft bestaan. Nou, zult u zich misschien afvragen, wat heeft dat dan met de verkiezingen in Amerika, met Joe Biden te maken? Nou, moeten we eventjes terug de geschiedenis in. Wat er is gebeurd is het volgende. Mykola Shlogevsky,
De meneer in de rode jas, de sportieve man die we net hebben laten zien, die moet links en rechts wat mensen omkopen om olie en gas aan de Europese Unie, met daarin het Verenigd Koninkrijk, te kunnen verkopen zonder dat hij zich aan milieuregels hoeft te houden. Hij besluit op een gegeven moment om een aantal Britse officials om te kopen. De politie in Groot-Brittannië heeft echter door dat dat staat te gebeuren. Dus Mykola Slochevsky die vertrekt met een privéjet vanuit Oekraïne of Cyprus, dat weet ik niet, naar een hotel in Londen om daar mensen koffers met cash te overhandigen. Iemand uit zijn organisatie blijkt gelekt te hebben, die blijkt het verhaal te hebben getipt naar de Britse politie. De Britse politie heeft contact met een journalist in Groot-Brittannië, ik wil die naam niet noemen, het is niet Oliver Bullough. Want de Britse politie denkt, wij gaan een grote vis vangen en dat mag de pers best wel weten. Dus op een gegeven moment word ik gebeld door een Britse collega. Die zegt, Arno, jij schrijft veel over die Russische, die Oekraïense oligarchen. Er gaat nu iets heel grappigs gebeuren. Mykola Slochevsky, die komt straks aan met zijn privéjet en die gaat gearresteerd worden in een hotel. Want de omkoping zal plaatsvinden in een hotelkamer. En de Britse politie had links en rechts de kamers gehuurd. Aftapapparatuur en op het moment dat er genoeg bewijsmateriaal was van, hè, in ruil voor deze en gene dienst geef ik u nu een koffer met zoveel miljoenen ponden erin. Op dat moment trapt de politie deuren in en zij arresteren Mykola Slochevsky. Nou, dan gaat het balletje rollen, dan wordt dat gelekt naar de pers en dan krijg ik dat verhaal ook op een vrij laat tijdstip. Ik heb toen tegen de collega gezegd, ik ga dit verhaal brengen, het is hartstikke interessant, maar ik moet het wel factchecken. Want hoe weten we nou of dit klopt? Dus ik besluit de Britse politie te bellen. En een licht beteuterde inspecteur die zegt, ja, is het waar, is het niet waar? Het is waar dat we iemand hebben aangehouden. Maar we hebben hem ook meteen moeten laten gaan. Dat is heel raar. Want hij had een hele goede advocaat. En die topadvocaat van die boef, meneer Slochevsky, die heeft een dag na de arrestatie zitting mogen nemen in dat Burisma. En wie is dan die topadvocaat die dat wel eventjes kon regelen, dat Slochevsky werd vrijgesproken? Dat is niemand dan Hunter Biden, de zoon van Joe Biden. En waar het zich naar laat aanzien is dat probleemkind Hunter Biden, drugsverslaving, een aantal andere dingen, dat is dat hij bij mensen wereldwijd heeft verteld van ja, ik ben zelf een beetje een stoethaspel, advocaat, niet de beste. Ik weet niks van energie. Maar als je mij laat toetreden tot de raad van bestuur van jouw energiebedrijf, dan kan ik met de Amerikaanse regering regelen. Zijn vader was toen vicepresident onder Obama. Jongens, één belletje bij het Witte Huis vandaan. Dan regel ik wel dat jullie gewoon goed verzorgd worden. Dat je geen last hebt van de politie. Dat zou hij gezegd hebben. Die precieze conversatie tussen hem en Slochevsky, die is niet te achterhalen. Wat wel duidelijk is, is dat de Britse politie, meneer Slochevsky en zijn secondanten arresteert en direct laat gaan. En in een later gesprek geeft Joe Biden ook toe dat hij heeft besloten om Oekraïne onder druk te zetten. Ik geef jullie $1 miljard steun, maar dan moet je wel die en die aanklager laten gaan. Dat is de link met de familie Biden. En dat is dus ook de rol van Burisma in deze. Nou zag u net dat interessante energieforum. Dat is in 2015 ontstaan. Guy Verhofstadt was daar kind aan de deur. En die was het dus eens met de politiek op dat moment. Dus ja, we moeten Oekraïne integreren. De interne markt van de EU moet open. Maar dat doen we met scheve regelgeving. Nou, Guy Verhofstadt die deed dat dan natuurlijk ook namens de Nederlandse VVD. Dus iedereen ging mee in dat verhaal. En je kunt het vrij simpel ook terugzoeken gewoon op de Wikipedia-pagina van dat event. Dat is dat een directeur van de CIA, meneer Cover Black, die was daar ook aanwezig. Dan kun je ook afvragen, wat doen een slechte advocaat, Hunter Biden, en een directeur van de CIA bij een evenement rondom energie? Nou, de CIA heeft daarna het verhaal verspreid, inderdaad, dat de Russen achter dat referendum zaten. En als dank voor die misinformatie, want dat is het gewoon, kreeg meneer Cover Black een baan bij het energiebedrijf Burisma. Lang verhaal kort. Uiteindelijk vond zelfs Zelensky dat er niet te leven viel met meneer Slochevsky. En hij is voortvluchtig. Het is dus een voortvluchtige crimineel die via de Atlantic Council subsidie, een paar miljoen, baantje regelt voor meneer Villemer. Waarna Villemer het verhaal verspreidt dat de Russen achter dat referendum zitten. Dat werkte, want het associatieverdrag ging gewoon door. En vervolgens zegt de Europese Unie, nou, omdat dat waar is, gaan wij wetten tegen misinformatie maken op basis van een leugen die verspreid is door een vervluchtige crimineel.
En dat is een beetje de heftigheid natuurlijk van die brief van Mark Zuckerberg. Het gaat er natuurlijk niet alleen om dat hij toegeeft dat hij censuur pleegt. Binnen die censuur, een gevolg daarvan, is dat heel veel andere media besloten om niks te publiceren over Hunter Biden. Op een gegeven moment liet Hunter Biden zijn laptop repareren. Daar stond compromitterend materiaal op, laten we het zomaar noemen, van seksuele aard. Maar er stond ook het een en ander over zijn financiële handel en wandel met Slochevsky, met Russische en met Chinese bedrijven. Waarbij hij zichzelf verkocht als de toegang tot het Witte Huis. Heel veel media hebben toen gezegd, nou, dat moet wel misinformatie zijn. Want het werd gecontroleerd door onafhankelijke factcheckers. Dus dit hele verhaal rondom Mikola Slochevsky is niet waar. En degenen die het verhaal wel hebben gebracht, die werden een beetje voor gek verklaard. Dat waren de wappies. Nou, ondanks de arrestatie van Mikola Slochevsky en het feit dat Mark Zuckerberg toegeeft dat hij dat verhaal niet had moeten weren, is het wel een tijdje geweerd geweest. En dat is hetzelfde. Dat effect dat je later toegeeft dat het niet helemaal klopt, dat maakt niet uit. Zou dat eigenlijk politieke dwaling kunnen noemen. Dus de leugen van Mikola Slochevsky, die hij via Vilmer laat verspreiden, die blijft zo lang bestaan dat hij politieke gevolgen heeft. Het is een soort olietanker die dan de haven uit is en die je ook niet zomaar weer terugkrijgt. En het is een soort onwil om de samenleving om dan later nog eventjes te evalueren of het wel zo slim was om meteen dat verhaal van die Russische inmenging te geloven. Sinds 2018 is er een jaarlijkse rapportage over de mate waarin de inmenging van Poetin bij verkiezingen te meten is. En wat steeds uit die rapportages blijkt, is dat je geen concreet bewijs kunt vinden. Dus de aanleiding van de rapportage is een gerucht, een leugentje eigenlijk, leugen van Slochevsky. En dan wordt het de norm dat het wel waar zal zijn. Maar er zijn dus nooit daadwerkelijke, echt momenten gevonden waarbij je iemand kunt betrappen op het aannemen van smeergeld uit het Kremlin. Als het wel zo is, ja, dan moet je dat natuurlijk aanpakken. Bewijzen steeds zo flinterdun. De vorige regering gaat er wel mee aan de haal. In de laatste dagen van het demissionaire laatste kabinet van Rutte besloot hij nog een brief te sturen, een debat met het parlement. Deze brief kent u, die hebt u hier ook wel eens eerder gezien. En dan wordt er gezegd van ja, nou, vanwege die inmenging, die Russische inmenging, is er ten eerste een onderdeel van de European External Action Service. Dat is een beetje het buitenlandbureau van de Europese Commissie. Die houdt dit allemaal in de gaten, want we weten allemaal wat Poetin aan het doen is met onze verkiezingen. Die informatie die kan dan worden gedeeld met de Nederlandse inlichtingendiensten. En omdat er nu ook een Digital Services Act is, die het mogelijk maakt om content offline te halen, is het heel goed mogelijk dat bepaalde berichtgeving die eerst in de wappiehoek wordt geduwd, maar waaruit later blijkt, zoals het mea culpa van Mark Zuckerberg rondom die laptop van Hunter Biden, dat het wel klopt, dat je informatie offline haalt waar dat eigenlijk niet had mogen gebeuren. Eigenlijk is de hele censuurtrein, de mogelijkheden om censuur toe te passen, waar het ook onterecht is, die is juridisch opgetuigd op basis van een verhaal dat achteraf gedebunkt is. En denk nou niet dat het alleen een probleempje in Amerika is. In Europa, in de Europese Unie, is het ook de bedoeling om dit soort wetgeving verder op te tuigen. Want Mark Zuckerberg die geeft toe dat hij onder druk stond van Joe Biden en dan toegaf. Ja, een beetje laffig. Maar hij staat op dezelfde manier, net als Twitter, ook onder druk van onze eigen Europese Commissie. Dus je gaat hier alleen maar meer van krijgen. En ja, hoe zien we dan dat het effect blijvend is? De code van de Europese Unie tegen disinformatie is gebaseerd op de casus die we net beschreven, geproduceerd door meneer Slochevsky. 83% van de bevolking van de Europese Unie gelooft dan vervolgens dat het waar is, zal achter de wet staan. En dan vragen wij ons hier af, politieke dwaling, zou je dat er niet moeten heroverwegen op het moment dat de hele oorsprong van het verhaal toch niet zo blijkt te zijn als hij is? Hoewel oligarchen uit de voormalige Sovjet-Unie op zichzelf natuurlijk hartstikke interessant zijn, markante ondernemers hebben we kunnen zien, gaat het verder dan specifiek die corruptie en meneer Slochevsky en het verhaal van Vilmer en die Russische inmenging vermeend bij het referendum. Wat er nu gebeurt is dat een niet kloppend feit dient als rechtvaardiging voor wetgeving. De juridische mammoetanker gaat de haven van Rotterdam uit naar een bestemming die niet klopt, want er is eigenlijk een foute beslissing gemaakt bij het communiceren van de route. Als je dan besluit om niet op je schreden terug te keren en te zeggen van
wij zijn hier bedot. Dit is politieke dwaling. He, je laat de wetgeving maar omdat je het misschien toch eigenlijk wel leuk vindt. Maakt niet uit wie die pijplijn heeft opgeblazen. Ik wil hem toch niet hebben. Ja, als je dat soort dingen doet en je keurt dat goed als samenleving, dan vraag je natuurlijk om meer manipulatie. Het zou wel vaker kunnen gebeuren dat iemand een verhaal verspreidt dat niet klopt. Het heeft een bepaalde politieke uitwerking die eigenlijk wel aangenaam is voor 70% bijvoorbeeld. En dan geef je daarna toe dat je hebt gelogen en dan komt dat uit met die laptop en een brief van Mark Zuckerberg. Eigenlijk zou je nu gewoon consequent moeten zijn. Als je wetgeving hebt gehad die gebaseerd is op een leugen, dan moet je dat complete wetgevingstraject heroverwegen. En als je dat niet doet, dan smeek je als samenleving eigenlijk om manipulatie en leugens. Met die gedachte willen wij u laten, beste kijker. Blijf scherp, zeker als je op Facebook zit, en geniet nog even van de laatste mooie dagen van het jaar.